De start is gevallen. Begin met een galopaard aan de buitenzijde van Craig Lucerne. Die begint in galop en nog een deelnemer gaat van de benen. Dat is de 4, dat is Glamour. En rustige start voor paard nummer 12. Dat had je van de naam niet verwacht. Haast je wel. Nu ook een galopaard van Rick Ebbing is een paard. Die springt weg. En dat is Erasmus Duvivier. Uitgeschakeld nummer 4. Uitgeschakeld nummer 5. Beide favorieten die liggen vooraan. Vistoso leidt op de tweede plaats Hidden Greenwood. Daarachter gaat nu in parkeren. De 7 E, voilà, mis. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Favoriet Vistoso dus aan kop met Robin Bakker. Wordt gevolgd door Hidden Greenwood. Daarachter E, voilà, de mis. En daarachter volgt op plaats 4 het nummer 11. En het nummer 11 is van Giga Wel. Ook die heeft een giga start gehad. Daarachter op de vijfde plaats ligt Caroline Albers. Zij rijdt in deze koers Gaia Jip. En zo gaan de paarden de deelnemers de linkerbocht in. Leiding voor Vistoso. Vistoso maakt het tempo. De Varenzoon die kwalificeerde in een tijd van 16. Daarachter Hidde Greenwood. Die deed het in de kwalificatie wat kalmer aan. Die liep een hoge 18. En daarachter ligt Evoila de Mis. Daarachter op de vierde plaats. En Jaap van Rijn kijkt al over de schouder. Die gaat al een half spoortje naar buiten. Giga wel. Hij wil zich niet laten insluiten. Hij zegt de laatste keer zat ik vast aan de binnenkant. Werd ik helemaal teruggenomen naar achteren. Anders was ik veel verder gekomen. Dat gaat er vandaag niet gebeuren. Hij gaat in het tweede spoor naar voren. En zo gaan de deelnemers de laatste ronde zometeen opzoeken. Vistoso leidt. Daarachter Hidden Greenwood. De vlieger kijkt over de schouder. Ziet inmiddels dat hij gepasseerd wordt door Giga wel. Ook aan de buitenzijde komt nu naar voren de nummer 9. Passionate Dream. Helemaal aan de buitenzijde haast je wel die meters goed gaat maken. En Glamour ligt aan de staart van het veld. Maar ik dacht dat die was uitgeschakeld. Ook die laat nog wel wat snelheid zien. En zo gaan de deelnemers de rechterbocht door. Vistoso leidt. Giga wel op plaats 2. De Hidden Greenwood is inmiddels naar het tweede spoor gegaan met Rob de Vlieger. Binnendoor gaat naar voren Evoila de Mis. En daarachter Passionate Dreams. En Driedik aan de buitenkant nog altijd haastje wel. Die echt haast heeft aan de buitenzijde. Aan de relingzijde daarnaast ligt Caroline Albers met de 2. Gaia VIP. Ik noemde hem zojuist Jip, maar het is een VIP. En zo gaan de deelnemers op weg naar de laatste bocht. Leiding daar inmiddels overgenomen door Giga wel. Vistoso valt stil. Aan de buitenkant gaat Hidden Greenwood nu in de aanval. Hidden Greenwood aan de buitenzijde gaat naar plaats 2. Vistoso ligt derde. Dan valt er een flink gat naar de vierde plaats. En dat is nog altijd het paard van André Bakker. En zo zijn de deelnemers halverwege de Tjada-bocht. En gaat Hidden Greenwood aan de buitenzijde nu toch de aanval plaatsen. Hidden Greenwood aan de buitenzijde komt naast Giga wel. Daarachter Vistoso die het bit toch weer heeft opgepakt. En die wordt door Bakker naar het derde spoor gebracht. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Hidden Greenwood met erop te vliegen. De kwalificatie was al imponerend. Dit is het kleine broertje van Facebook. Maar Facebook kan er wel twee keer in. Facebook, zijn broer gaat hier winnen. Hidden Greenwood de 1. Daarachter de 3, Vistoso. En plaats 3, machtige eindsprint van de nummer 10. Dat was Irreplaceable en John de Leeuw.